Amsterdammers zijn mondige mensen die graag zelf hun keuzes maken, ook als het om een uitvaart gaat. Veel Amsterdammers kiezen voor uitvaartverzorging Myosotis als een dierbare is overleden. Wij zijn een betrokken uitvaartorganisatie die kennis heeft van de diverse culturen die samenleven in Amsterdam. Amsterdam is een grote stad waar veel verschillende mensen wonen en ook veel verschillende culturen zijn. Voor elke cultuur en elke achtergrond kunnen wij een uitvaart verzorgen. Uitvaartverzorging Myosotis is opgericht door Charles Benschop en Bob ten Boekel. De twee mannen waren werkzaam in de zorg en kwamen daardoor vaak in aanraking met mensen die een dierbare verloren. Het inspireerde ze om de opleiding tot uitvaartverzorger te doen. Met het diploma op zak startten zij hun eigen onderneming, Myosotis, wat Grieks is voor vergeet mij niet. Uitvaartverzorging Myosotis beschikt over twee uitvaartcentra. Aan de Europa Boulevard hebben wij een klein, intiem uitvaartcentrum met daarnaast een grote aula waar plechtigheden gehouden kunnen worden. Uitvaartcentrum De Nieuwe Ooster ligt aan de Rozenburglaan op het terrein van begraafplaats en crematorium De Nieuwe Ooster. In het rouwcentrum zijn vier stijlvolle afscheidskamers waar nabestaanden in alle rust afscheid kunnen nemen. We zijn hier bij de afscheidsruimte en de afscheidsruimte kan op verschillende manieren ingevuld worden. Men kan het persoonlijk aankleden met spullen, met foto's, spulletjes van de overledene, om het persoonlijk te maken. Men kan de overledene helemaal betrekken bij het bezoek door de schuifdeur helemaal open te doen. Maar als men dat niet wil en zelf een moment alleen wil met de overledene, kunnen we ook kiezen om hem half open te zetten. Zodat men even een moment alleen heeft en zich terug kan trekken en gedenken bij de overledene. Vanuit het uitvaartcentrum De Nieuwe Ooster verzorgen wij uitvaarten op alle begraafplaatsen en in alle crematoria in Amsterdam en omstreken. Een van die locaties is De Nieuwe Ooster, waar deze prachtige monumentale aula geschikt is voor een plechtigheid voor de crematie of begrafenis. We staan hier voor de ingang van begraafplaats en crematorium De Nieuwe Ooster. Een van de locaties in Amsterdam waar wij dus ook uitvaarten verzorgen. De familie neemt doorgaans contact met ons op om het overlijden te melden. En wij maken dan een afspraak om persoonlijk bij de mensen thuis langs te komen om de wensen te inventariseren. We vinden het heel belangrijk dat families de uitvaart naar eigen wens en passend bij het leven van de overledene kunnen invullen. Onze uitvaartverzorgers ondersteunen en inspireren de nabestaanden, zodat we samen met de familie een afscheid organiseren waar men met een goed gevoel aan terug kan denken. Wat we belangrijk vinden is dat als één uitvaartleider bij de familie komt, dit traject ook van begin tot eind begeleidt. Wij zorgen ervoor dat er een goed gevoel is, dat er geen drempels zijn en dat er niet verschillende personen in beeld komen. Na de plechtigheid wordt de condoleance gehouden. De invulling van de condoleance verschilt per familie en kan helemaal naar eigen wens en smaak worden ingevuld. De tijd van koffie en thee is inmiddels een beetje voorbij. De mogelijkheid om diverse dingen te laten serveren is legio. Van een bitterbal tot een koud buffet. Wij verzorgen de condoleances op diverse locaties in Amsterdam. Vaak wordt de condoleance gehouden in de koffiekamer van het crematorium of de begraafplaats. Maar het kan ook op diverse andere locaties. Zoals in een kroeg of op een rondvaartboot door de grachten van Amsterdam. Uitvaartverzorging Myosotis beschikt naast de twee vestigingen in Amsterdam ook over vestigingen in Weesp en Amstelveen. U kunt ons te alle tijden bellen of mailen voor hulp, voorbesprekingen en advies.